Een hele goede avond allemaal. Leuk dat jullie weer er zijn. En weer mee gaan kijken bij deze live. Ik zoek ondertussen meteen mezelf op. Want dan kan ik al jullie reacties natuurlijk wel meelezen. Even kijken. Ik heb hem bijna. Nou, jullie kunnen alvast een beetje kijken naar een folder van Marianne Design. Want ik ga vanavond safari genoemd. Daarbij hoort. Dus even kijken. Of het beeld ook allemaal goed staat. Nou, ik zie dat er al heel wat mensen binnengestroomd. Ik zie dat ik hem nog iets meer mag inzoomen al. Zo. Even kijken. Ik was even weg. Nou, ik ben er nog wel. Bij mezelf ben ik ook nog op mijn eigen beeld. Nou goed, ik ga live met de Marianne Design Collectie van juli 2020. En in die collectie zijn heel wat leuke dingen uitgekomen. Kom ik meteen op deze folder. Dit is een folder die je mee kunt bestellen. Gratis bij je bestellingen. Dus wil je deze graag ter inspiratie hebben, dat is van Marianne, dat is van Joycrafts, dan kun je die gratis mee bestellen. En dan kun je inspiratie op doen. Want hier staat in een hele aantal mooie voorbeeldkaarten. En dan staat je in wat er bij deze maand hoort. Dus er staat bij de jungle line, wie ik vanavond ga gebruiken, zijn bloemenstansen uitgekomen. Kraftstencil, papier, een soort knipvellen om als achtergrond te gebruiken. Maskstencils en stansmallen met stempels. Nou, dit ga ik zo meteen verder op in. Wat er nog meer is uitgekomen is een soort fruitachtig iets met ook stempels en stansen. Een basisvorm met een zeshoek. Embossingfolders en papier. Stempels voor fruit. Dus kun je echt een fruitige kaart van maken. En aan de achterkant zijn de kerstdingetjes die langzaamaan alweer binnenkomen. Met wat knipvellen. Wat erg leuks is deze stansmaal. Want dan krijg je een vierkante stansmaal gratis bij... Dus je hebt eigenlijk twee stansmallen voor de prijs van één. En ze hebben nu een nieuw setje met papier en twee stansmalletjes erbij. Dus dat is van deze maand. Nou, terugkomend op wat ik vanavond ga doen. Nou, ik zie dat jullie nog steeds... Beeld is bagger. Nou, ik zie heel veel dat jullie ook het beeld goed hebben. Mij is het beeld eigenlijk ook gewoon goed. Misschien dat je hem dan eventjes opnieuw moet opstarten en dat hij het dan wel doet. Ik zie dat ik hier nog glitters op heb zitten van mijn neefje. Die is hier afgelopen zondag voor het eerst weer geweest om te knutselen. Nou, en dan gaan de glitters en de sparks en zo meteen erbij. Nou, ik zie het beeld is prima, dus ik ga gewoon door. Dus even meteen mijn craftsheet schoongemaakt. Zo. Dus, wat er is, zijn vier leuke maskstencils bij deze lijn. En die hebben ook te maken met dieren. Ik zal ze even uit de plastic halen. De eerste die ik jullie laat zien heet de zebra, met een hele mooie zebraprint. Deze ga ik vanavond ook gebruiken op mijn kaart. Deze is een cheetah print. Nou, leuk dat jullie nog steeds binnenstromen.
de cheetah print, de reptiele print en de laatste leopard staat erbij. Leopard. Een leopard. Dus dat zijn 4 super gave mask stencils die je kunt gebruiken op je creatie. Of kleine stukjes. Of hè, wil je dit met inkt gaan doen. Super leuk om dit te gebruiken. Dus 4 mask stencils. Daarbij zit ook een basismal. En dat is een heel groot blad. En die kun je gaan gebruiken als basis van je kaart. Even kijken. Wat het leuke is aan deze mal, of ja, het leuke. Ik vind het wel prettig, want je kunt de binnenste lijnen gebruiken. De binnenste rand voor je designpapier of voor je witte papier wat je later gaat beinkten. En de buitenste lijn kan je gebruiken voor je matrand. En deze mal kun je op zich gebruiken als je basis. Maar je kunt ook deze gebruiken en daarachter weer bijvoorbeeld een vierkant. Of weet ik veel wat je allemaal erbij wil doen. Kun je daar heel leuk bij verwerken. Dus ik vond dit wel erg gaaf. En echt die gaten erbij in erg leuk. Dan komen we op de stansen met stempels. Er zijn 3 soorten van. En dat zal ik jullie even laten zien. Want ik heb er 2 in huis. Er zijn 3 soorten van. Met stokstaartjes, met katachtigen en de reptielen. En wat daar nou bij zit, is dat je een aantal, degenen die hier wit zijn afgebeeld, met een wit randje eromheen, die kun je zowel stempelen en dan vervolgens stansen. En degenen die zwart blijven, dus een paar blaadjes en dat boompje, die kun je alleen stempelen. Nou, dat kun je ook zien. Want hier heb ik de reptielen. En dan kan ik mijn diertjes uitstansen en die 2 blaadjes. Die andere kun je heel makkelijk ook met een wit randje eromheen knippen. Ga ik jullie nog laten zien. Maar het is niet dus per stempel wat erin zit altijd een stansje. Want dat is dus niet zo. Nou, dan hebben we nog 1 stempel voor nu die ik hier thuis heb. En dat is de katachtige, de Big Cats. Met de leeuwen en de tijgers. Hier kun je de dieren dus weer stansen. En het graspolletje. Alleen de boom niet. Maar wil je nu echt alleen maar... wil je de stempels niet stansen? Dan is dit ook heel leuk om te verwerken erbij. Dus dat. En ik ga eerst maar beginnen met wat ik ga maken. Ja, ik vind het dus weer superleuke lijn dit. Ik heb al een klein beetje voorwerk gedaan. Want zoals ik zei, ging ik aan de slag met inkt. Wat ik heb gedaan, is alvast een stuk uit 200 grams Intense White van Florence getekend. En uitgeknipt, zodat jullie niet alleen maar hoeven te kijken naar hoe ik hier loop te tekenen en te lopen te knippen. Ik denk dat jullie mij wel geloven dat ik dat heel netjes heb gedaan en alles. Ik moet alleen nog even wat lijntjes weggummen. Nou, en mij leek het wel leuk om dit te combineren met inkt. Afgelopen zondag waren mijn neefjes hier. En die hebben hier al, hebben hier al wat kaartjes mee gemaakt. Want die vonden ze natuurlijk ook heel gaaf. En die gingen met inkt aan de slag. Dus dacht ik, hé, dat is ook leuk om met de live te doen. Een keer wat anders dan papier. Wat ik dus heb gedaan bij die mal. Ik heb de binnenste lijn aangehouden voor mijn papier wat ik ga beinkten. En de buitenste lijn tegen de buitenkant aan voor mijn kraft. Zodat ik hem kan matten. Nou, en ik ga hem eerst beinkten. En ik wilde dat gaan doen met de kleur van de Distress Oxide, de Peeled Paint. En dit doe ik gewoon met een blending brush. De blending brush is heel... Hoe groot is het blad? Even kijken. Het blad is op zijn breedst
Maar laten we zeggen 14 voor het gemak. 14 bij 16,5. 14 bij 16,5. Dus ook wel echt een leuk kaartformaat. Nou, ik gebruik de blending brushes heel fijn. Kun je elke keer weer schoonmaken op een stukje keukenrol. En dan weer opnieuw gebruiken voor een nieuwe kleur. Dus dat vind ik gewoon heel prettig werken. Ik had natuurlijk eerst, voordat ik deze had uitgeknipt, mijn hele vel al kunnen voorzien van inkt. Maar dan hadden jullie dus heel lang moeten wachten op het knipwerk. Nou, en ik doe dat gewoon met ronddraaiende bewegingen. En ik hou nu wel even die flapjes iets meer naar beneden, zodat ik ze niet kreukel. En ik heb bewust nu voor een lichtere kleur, of niet per se licht, ja, wel lichtere kleur gekozen op de achtergrond. Zodat mijn diertjes er straks heel mooi uit springen. Nou, en ik denk dat jullie al wel bekend zijn met deze blending brushes. Die worden al best veel gebruikt. Ik vind het echt wel gewoon fijn licht. Heel fijn ligt het in de hand. En je kunt er gewoon heel rustig kleur mee aanbrengen. Nou, en je kunt zelf bepalen, wat ik elke keer zeg, hoeveel kleur je aanbrengt, hoeveel lagen je over elkaar doet. Ik doe deze laag nu niet heel donker, want ik wil er zo nog met een mask sensor overheen. En dat doe ik eigenlijk met dezelfde kleur. Je kunt ervoor kiezen om een andere kleur eroverheen te doen. Maar ik wil het wat rustiger houden, dus ik ga ervoor om dezelfde kleur inkt te gebruiken. Dat. En omdat ik nu geen nieuwe kleur gebruik, kan ik gewoon dezelfde brush gebruiken en hoef ik hem niet echt schoon te maken. Nou, wat ik doe, ik ga nu, omdat dit zijn eigenlijk puntjes die heel makkelijk omhoog gaan. Ik kijk heel goed naar het mask stencil, hoe die puntjes zitten. Dat ik niet tegen de punten inga die omhoog kunnen. Dus ik ga eigenlijk met het mask stencil mee. En ik had hiervoor mijn magneet plaat op de planning staan, maar nu ben ik al begonnen. Dus nu moeten we hem afmaken zoals ik ben begonnen. Komt goed. Zo. En ook dit kun je weer echt zelf bepalen, hè? Hoeveel, hoe donker jij die structuur wil. Je kunt ook zeggen, ik ga met een pasta eroverheen. Dat kan ook. Met structuurpasta of krekelmoes of wat je ook in huis hebt. Dat kan allemaal. Nou, en dit vind ik dus zo gaaf. Want nu heb ik een ondergrond gemaakt. Maar omdat ik er nog een keer met de kleur overheen ga, en dat doet de distressoxide heel mooi, die maakt dan laagje over laagje. En daardoor dekt hij over elkaar heen. Dus dan krijg je heel mooi dat structuurtje. En hij hoeft niet op al die plekken van mij even goed zichtbaar te zijn. Ik vind het wel heel gaaf. Ja, het verschil tussen de Distress Ink en de Distress Oxide is dat de Distress Oxide is een pigment en een dye inkt. Dus er zit pigment in, wat ook zorgt dus dat hij die laagjes over elkaar doet. En de Distress Inkt is ook een dye inkt, maar die wordt transparant. Dus dat betekent als je laagje over laagje doet en je gaat ook met meerdere kleuren door elkaar werken, dan wordt dat uiteindelijk bruin. Of gaat het modderige kleur. Doe je dit met oxides en je doet laagje over laagje, dan krijg je dat niet. Want die bouwt het gewoon op met laagje over laagje. Dus
Ja, ik vind beide heel gaaf. En de stressoxides oxideren. Dus die reageren op water. De stressink reageert ook op water. Maar die reageert anders. Nou, ik maak ondertussen even mijn mastsensor schoon. Doe ik gewoon eventjes zo tussen. Reageert op water, die inkt. Kan ik hem ook heel makkelijk zo met water schoonmaken. En nu heb ik hem ook schoon. Wat had ik toen bedacht? Ik heb van alles bedacht. Ik heb de stansjes van Joselijne van Joycraft en dan Joselijne erbij gepakt. De jungle. En wat daarin zit is, ja, ik verpak ze zo op magneetvelletjes en dan hoes je eromheen. Daar zitten hele leuke blaadjes bij. En die zal ik ook meteen bijpakken. Blaadjes, grote, kleine, grasbolletjes. Even kijken hoor. Twee maten. Dan hebben we nog twee maten steen. En een leuk lange takje. En dat vind ik, deze vind ik super schattig. Deze bloemetjes. En het is een bloemetjesstans. En dan zit er nog een rondje bij. Ik heb die al vastgeplakt. Maar zo kun je hele schattige mini bloempjes maken. Nou, die had ik bedacht om te gebruiken op mijn kaart. Want die vond ik er wel heel toepasselijk bij. Want dit blad lijkt er ook gewoon op. Dus hoe leuk is dat om dat er dan bij te plakken? Nou, hoe ik dit op kleur breng, is eigenlijk best eenvoudig. Ik pak gewoon weer 200 grams papier. Dus gewoon zo'n stukje. En dan pak ik inkt. Voor deze donkere kleur heb ik, of donkere kleur, die groene kleur heb ik de Mood Lawn van Distress Ink gebruikt. Distress Ink is wel helderder van kleur, omdat het dus een dye inkt is. Dat vond ik heel mooi om die bladeren er dus zo meteen echt op deze achtergrond uit te laten springen. Want die zijn dan net weer wat feller dan dat de achtergrond is. De lives zijn gevaarlijk. Ja, dat klopt. We doen ons best, maar ja, het blijft toch een beetje gevaarlijk, de lives. Dan heb ik deze lichtere heb ik op kleur gebracht met de Distress Oxide Twisted Citroen. Dus je kunt heel makkelijk kun je ze ook combineren met elkaar. Dat wil ik jullie ook laten zien. Dat je niet per se alles met de oxide hoeft te doen. Je kunt ook beide gebruiken. Of je hebt bijvoorbeeld alleen de Distress Ink. Dan doe je alles gewoon met de Distress Ink. Dat kan prima. Dan heb ik nog Ijsproest van de Distress Ink gebruikt. Voor deze steentjes. Ik vind dat gewoon een hele mooie kleur. Die Ijsproest. Hele mooie grijze kleur geeft die. En dan heb ik nog voor het binnenste in dit bloempje de Fossilized Amber gebruikt. En dit doe ik wel door een stuk papier gewoon eerst op kleur te brengen en daarna maar te gaan stansen. En ik heb hier meerdere dingen gestanst die ik nu niet ga gebruiken. Maar het komt gewoon omdat ik een heel vel vol heb gelegd met allerlei stansjes. Overigens kan ik meteen dit laten zien. Want dit zijn die stempels waarbij die katachtigen en de reptielen in zitten, die ik vervolgens heb gestanst. Dus zo kun je. Het is wel een dichte stempel. Dus het is geen stempel die je nog weer zelf kunt inkleuren. De inkt die je gebruikt is ook gewoon meteen je hele stempel. Maar dit is ook erg leuk, want je hebt meteen dat witte randje eromheen door die stans. En ik zal je zo meteen even laten zien met een diertje hoe ik dat stans. Misschien kan ik dat beter eerst even doen. Even kijken. Dan pak ik namelijk eventjes een papiertje erbij van 200 grams. En mijn stempel wil.
Nou, ik heb stempulp van Fase. Ik heb er een keukenpapiertje in. Puur omdat als ik met inkt stempel, dat mijn onderkant minder snel zo vies wordt. Maar ja, dat hoeft niet per se. Want je kunt hem ook best makkelijk schoonmaken. En dan pak ik een stempel. En ik ga voor de luipaard. Die leg ik dan op mijn papier. En ik zorg ervoor dat er een rand omheen blijft. Want je gaat natuurlijk hem straks stansen. Leg je hem meteen aan de rand. Dan krijg je niet overal gelijk dat randje eromheen. Nou, stempel heel dicht. Ik vind het prettig om met Versa van Claire de Nocturne te stempelen. Fijne inkt. Om vervolgens daarna ook mee te kunnen inkleuren. Druk ik hem af. Nou, kijk of ik mijn printje mooi vind. En zoals die staat wil ik gewoon echt goed zwart hebben. Dus dan druk ik nog een keer. Kijken of er nog inkt aan zit. En anders doe ik nog weer een beetje inkt erbij op. Kijk, nou vind ik dat hij mooi gestempeld is. Pak ik mijn stampchamois erbij. Om mijn stempel schoon te maken. En die heb ik gewoon in een bakje zitten met wat luchtgaatjes erin. Omdat dit doekje dus een beetje nat wordt. Dan kan de vocht eruit. Beestjes zijn leuk om te gebruiken met Krimpy Dimpy. Ja, zeker. Is ook heel leuk om ermee te doen. Heb ik toevallig afgelopen zondag ook met mijn neefjes gedaan. Daar hebben we kleine sleutelhangertjes van gemaakt. Ik heb die helaas niet meer hier liggen als voorbeeld, maar dat kan zeker. Nou, en dan kom je bij het stansen. Je kan er ook voor kiezen dat je hem nu eerst gaat inkleuren. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel prettig om eerst te stansen. Hoe maak je die schoon? Wat bedoel je, Ines Winkels? De stempchamois maak ik gewoon schoon door in een bak met water te doen en een heel klein beetje chloor erbij. En dan heel goed uitspoelen. Maar de stempchamois doe ik best wel lang mee voordat ik hem weer schoon maak. Nou, dan heb ik de stans en kun je precies hieromheen leggen. Want hetgeen wat je hebt gestempeld, die zwarte randjes, die vallen er binnen. En dan leg je hem erop. Ik plak hem dan voor de zekerheid vast dat hij echt niet verschuift. Want uiteindelijk heb je dan, als het goed is, ongeveer eenzelfde witte rand rondom eromheen. En wat je dan hebt, ik heb hem al gestanst. En die kan ook door de kleine stansmachine van Fase. Dus erg leuk om dit ook mee te nemen op vakantie. Hè? Dan ga je op vakantie en je wil hier in Nederland of waar je ook naartoe gaat. En je gaat op een camping, dan kun je dit heel makkelijk meenemen. Want je kunt het gewoon door een kleine machine doen. Nou, dan krijg je dit. Dus dan krijg je superleuke panten met een klein wit randje eromheen. Ja, ik vind dit gewoon heel leuk. Want dan heb je meteen dat je een diepte kan creëren. Deze moest ik ook nog gaan inkleuren. Nou, dus dat ga ik ook meteen doen. Want ik wou er ook een leeuw op verwerken. En die leeuw heb ik al wel ingekleurd. En die is zo geworden. Die heb ik met Studio Light Marks ingekleurd. Dus die is al klaar. Nou, ik gebruik hiervoor de Derwent brush. De fine tip. Die vind ik enorm fijn. En kijk, ik had hier nog wat kleurtjes op zitten. Op gewoon een stukje papier heb ik gelamineerd en... Nou ja, goed, dan heb je een stuk papier waar je gewoon op met de inkt kan. En dan kun je de kleur ook zien. Dus dat is wel prettig op zich. Ja, en wat voor kleur ga ik het dan doen? Beetje oranje vind ik wel leuk. Maar hij moet natuurlijk ook een beetje bij de leeuw passen. Soms heb ik dan gewoon dan
zet ik hier gewoon even een paar krasjes op. En ik heb hier een klein stukje papier. En dan kijk ik gewoon hoe die wordt door hem hierop te testen. Maar ik denk dat ik deze kleur al wel meteen mooi vind. Een lege beurs en heel veel hobbyspullen. Nou, ik heb mijn waterbakje erbij. Was ik vergeten te vullen met water. Dus vandaar even zo. En ik ben echt geen topkleurder, maar deze kleur ik ook gewoon lekker rustig in. En dan begin ik eigenlijk aan de bovenkant met de kleur aanzetten. En dat waaier ik uit naar beneden. Weet je, en dit kun je allemaal doen zoals naar kleur hoe jij dat wil. En nou ja, goed, dat is wat voor kleuren jij wil gebruiken. Ligt ook echt aan de kleur van je achtergrond. Nou ja, en dit is dus een waterbrush. En je kunt ervoor kiezen om water in deze brush te doen. Ja, ik doe dat eigenlijk niet. Ik dip hem gewoon even in een potje water. En dan veeg ik hem even af aan een stukje keukenpapier. Zodat het niet te nat is. En dit kun je dan gewoon echt opbouwen voor laagje voor laagje. Kijken. Oh, jullie hebben het over wat je meeneemt op vakantie. Nou, scheelt dat ik niet op vakantie ga. Dus ik kan al mijn spullen gewoon lekker hier op de hobbykamer laten en gewoon op de hobbykamer gaan zitten. Nou, en ik vind het gewoon heel prettig om met Studio Lightmakers te werken. Dat vind ik gewoon fijne stiften. Mooie kleuren zitten daar ook bij. Het is wel alleen, ik gebruik nu gewoon wat losse kleuren uit de sets die ik heb. Maar ze zijn echt alleen ook verkrijgbaar per set. In een set zitten 6 stiften, dacht ik. Maar goed, dit kun je ook weer inkleuren met wat jij wil. Wil jij misschien juist inkleuren met potloden? Mag ook. Dat mag allemaal. Iedereen heeft gewoon zelf zijn favoriete producten of waar hij graag mee werkt. En nou ja, zo heb ik die ook. Plus dat ik nog niet heel vaak met potloden heb ingekleurd. Ik heb ze hier wel liggen, maar nog niet heel vaak gedaan. Dus dat wil ik eerst nog wat meer, wat vaker doen. Net zoals zoveel dingen. Maar dat is vast herkenbaar bij jullie. Nou, en zo bouw ik mijn diertje op. Het is niet heel bijzonder. Ik let nog niet eens heel erg veel op schaduw en zo nu. Ik zorg gewoon dat hij mooi gekleurd is. En nou ja, bij dieren lijkt daar sowieso minder op. Vaak begin ik wel aan de bovenkant met de aanzet. Omdat het daar, ja, weet ik niet, dat doe ik eigenlijk altijd. Terwijl dat helemaal niet logisch zou zijn als de zon daar op schijnt. Dan zou dat licht te zijn, maar goed. Komt nog op een kaartje. Oh, Olly. Ja, Olly is ook super leuk om te maken. En ik zag al dat er binnenkort een rendiertje uitkomt. Ook weer super leuk natuurlijk.
Ik gebruik ook de Light Max, maar ook de Distress Max van Tim Holtz. Ah, dat kan ook zeker. Ja, ik heb de markers niet van Tim Holtz. Ik weet ook dat die er uiteindelijk uitgaan. Dus die blijven niet in het assortiment. Of die worden in ieder geval niet meer, hoe heet dat, gemaakt. Winkels die ze nu nog hebben en groothandels, die kunnen het natuurlijk nog wel verkopen. Maar uiteindelijk worden ze nu niet meer geproduceerd. Dus ja, dat is als je nog wil. Nou, ik denk dat ik hem zo eigenlijk wel leuk vind. Misschien nog een beetje roze voor de neus en de oortjes. Ja, dit zijn gewoon, ik vind het echt leuke. Dit is best zijn best eenvoudige manier om kaarten mee te maken met deze stempels. En je hebt daar gewoon best snel een leuke kaart mee ook. Nou, en nu vind ik hem wel goed. Met het oranje. Dan pak ik nog een beetje zwart voor het neusje. Nou, is natuurlijk ook super leuk, want het lijkt op een hartje, dat neusje. Wil je hem nou donkerder, kun je ook meteen natuurlijk met de stift erop gaan. Dan heb je het meteen donkerzwart. Nou, en dan nog eventjes de mond hieronder. Die mag voor mij wel iets donkerder, dus dan ga ik eventjes, pak ik meteen wat meer kleur op. En zet ik dat meteen best wel dik aan. En je ziet wel dat ik elke keer nog weer een paar plekjes zie die voor mij nog wat meer kleur mogen hebben. En zo kan ik dus ook heel lang bezig zijn om dat in te kleuren. Dus. Een beetje roze. En dit doet mijn hele lichte kleur. Zo, nou, nu is die klaar. Nu ga ik mijn kaart opbouwen. Ik heb alles klaar qua kleur en gestanst en gedaan. Ik ga eerst mijn stuk op basis de basis plakken. Even kijken, Maria Albertina. Ik heb een hobbykamer. Waar ik heel blij mee ben. Maar eerder deed ik het eerst aan de keukentafel. Toen ging ik naar een kleine kamertje hier in huis. En nu heb ik hem weer. Mijn oude slaapkamer. Want ik slaap nu niet meer. Ik slaap nu op zolder. En dit was mijn kinderkamer, laat maar zeggen. Dus daar. Die gebruiken we nu voor mijn hobby. Samen met mijn moeder dan. En dat is ook ideaal. Ik vind het ideaal, want je kunt dingen ook heel makkelijk weer laten liggen. Nou, wat nou zo handig is, ik heb die gaten er dus al ingemaakt. Dus je kunt hem ook precies erop leggen. Kijk, en dan maakt hij allemaal, of maakt het dan meteen anders als je er een, als je het met kracht erachter doet. Vind ik.
Ik had bedacht om hier bovenaan een bloementoefje of een takkentoefje te maken. Zo. En dan doe ik daar wat van die bloemetjes op. Dus dan gaan we ook meteen gewoon vastplakken. En die zet ik gewoon een klein beetje vast. Ik ga niet overal lijm op doen. Dan blijft die punten, die kunnen dan ook nog een beetje iets omhoog staan. Je kunt ook zeggen, ik doe alleen lijm op het steeltje. En die plak je er dan weer overheen. En dan zit die ook vast. En dan krijg je ook meteen weer wat meer hoogte in je kaart. En hier kun je dus ook spelen met de maten, met kleur. Hoe je dat zelf wil. Ik hou het nu een beetje in hetzelfde kleur een beetje allemaal. Maar je kunt ook elk blad een ander kleurtje doen. Of alleen het ene blad gebruiken. Het ene stippe blad. Nou, en om die steeltjes weer weg te werken, kun je daar dus heel makkelijk deze bloemetjes op plakken. Dan hebben we er daar al eentje voor. Nou, en ik werk altijd met drie. Met die bloemetjes dan, bladeren heb ik er vier deze keer. Dan had ik bedacht om deze diertje onderaan te doen. En dan vond ik het zelf wel leuk om deze hier zo achterweg te laten komen. En daar ook weer wat bloemetjes op te plakken. Dus die plak ik vast. Ook weer alleen aan het puntje, zodat dat bovenste lekker los zit. Kijk, en deze plak ik het luipaard er zo voor. Dus dan heb je ook dat meteen weggewerkt. Dat stukje waar je het zo hebt vastgeplakt. Dan ga ik eerst de leeuw vastplakken. Want die wil ik iets verder naar achteren hebben. En je kunt hier ook bij werken met foam tape. Dat is wat je zelf wil. Dat kan allemaal. En dan plak ik hier op die takjes ook nog weer die bloemen. Dan komen ze hier ook nog weer terug. En ik vind die bloemetjes ook gewoon heel schattig. Dat is hem, ja. Zo. Oh. En daar had ik nog van die leuke steentjes uitgestanst. Uit ook van Joostelijnen, die lijn. Ik vond het wel leuk om deze hiervoor nog te plakken. Misschien wel een beetje hiernaast. Ik denk toch hiervoor. En dan nog een beetje van die graspollen erbij.
En je ziet ook wel dat ik ook wel gewoon over de vorm heen ga. Dat maakt in principe niet uit. Tenminste vind ik niet erg dat dat eruit gaat. En dan heb ik nog van die stukjes gras. Wat misschien wel leuk is om er nog bij tussen te doen. En deze kleine dan nog hiervoor. Nou, dat is toch al leuk. En dan heb ik dus alleen nog te denken, ik heb geen tekst of zo gepakt. Maar dat ga ik er nog uiteindelijk wel bij doen. Maar die ga ik hier denk ik nog plakken. Iets met jungle of zo. Nou, dit is in ieder geval de kaart. Maar ik wil jullie nog meer laten zien. Want ik heb nog wat voorbeeldjes gemaakt. Namelijk deze met de slang. Toen heb ik eerst de mask stencil van de reptielen over de achtergrond gelegd. Met inkt eroverheen gegaan. En toen nog heel licht weer de achtergrond gekleurd. En toen die blaadjes gebruikt die bij die stempelset in zitten. En die zelf geknipt. En die kleintjes kon je natuurlijk al stansen. Nou, en toen die slang erop gemaakt. En toen heb ik een aantal van die met een maskstencil met een lijntje eroverheen gezet. De letters opgeplakt, 3 keer. En wat glossy accents erop gedaan als dauwdruppeltjes. Eigenlijk is dit een ATC kaartformaatje. Dus je kunt dit ook heel leuk één diertje op een klein kaartje doen. Nou, deze heb ik gemaakt. Heel een kleurrijke wat meer. Daarvoor heb ik deze pantenprint gebruikt. Die ben ik gewoon erop gaan leggen. En steeds een kleurtje aangebrengen. Eerst rood, toen oranje, toen geel, toen groen en toen blauw. En dan krijg je gewoon elke keer wel de maskstencil gewoon laten liggen. En dan krijg je heel leuk die kleurverloop. Nou, en daar heb ik dus die chameleon opgeplakt. En de oogjes heb ik met glossy accents gedaan. Zodat die een extra laagje erbovenop krijgen. En de randjes nog een beetje paars gemaakt. Die heb ik ook gemaakt. En de volgende, en die vond ik zelf erg gaaf. Die heb ik met de kleur Speckled Egg gedaan. En die wou ik jullie eigenlijk ook nog even laten zien. Die heb ik vanmiddag bedacht. Maar ik vond hem wel heel erg gaaf. Dus ik ga hem gewoon even laten zien. Even snel nog een stukje papier. En ik doe weer gewoon even hetzelfde formaat. 6,4 bij 8,9 is een ATC kaartje. Dus je hebt ook meteen een leuk formaat kaartje. Nou, die heb ik over dwars gelegd. En toen ben ik met de kleur Speckled Egg aan de gang gegaan. Toen heb ik eerst de oxide gedaan. En daarvoor gebruikte ik deze brush van Derwent. Daar zit zo'n hele brede kwast aan. Die is ideaal voor achtergronden maken. Ik ga laten zien hoe. Ik heb wat Speckled Egg op mijn sheet gedaan. Dat gaan jullie niet zien in beeld, zie ik nu net. Dus ik doe hem eventjes hierop. En het is een hele mooie kleur, hè, Speckled Egg. En ik zag ook dat hij nu binnen was bij Hobby Vision. Dus super gaaf. Toen heb ik mijn brush iets nat gemaakt. Het overtollige even afgeveegd en een stukje keukenrol. En ben ik hier door mijn inkt gegaan. En ben ik gewoon strepen gaan zetten. Op en neer met mijn kwast. En weer wat nieuwe inkt eraan. En weer heen en weer. En ik vond het juist zo gaaf om die strepen te blijven zien. Wil je dat niet, dan moet je je kwast gewoon natter maken.
En dan vloeit het meer uit. En dat ging ik gewoon laagje voor laagje opbouwen. En dan tussendoor liet ik hem eventjes drogen. Ik zal nu eventjes de Hito gebruiken. Nou, dan pak ik gewoon nog een keer weer opnieuw. Want oxides kun je laagje over laagje opbouwen. En ging ik er nog een keer overheen. Misschien even iets nattere kwast. En je ziet dan gewoon dat je verschillende kleuren erin krijgt. Of niet verschillende kleuren, maar verschillende lagen qua donkerheid. Nou, dat was eerst dus met oxide. Dat vond ik dus al heel gaaf, want dan krijg je dus dit. Erg mooie kleur ook, vind ik. Vervolgens heb ik de Distress Ink van Speckle Egg gepakt. En die is dus transparant, maar geeft wel een heel gaaf effect. En je ziet al het verschil tussen de kleuren. Die ben ik op gaan pakken. En die heb ik er ook overheen gezet met een iets drogere kwast. En dan krijg je nog meer verschillende tinten erin. En dit kun je ook doen met andere kleuren, hè? Nou, dit heb ik weer verhit. Zodat hij weer mooi droog werd. Toen ben ik de stempel erbij gaan pakken. Met deze takjes. Deze. Mijn acrylblok. En ben ik eerst met de Fessa Fine Clair Morning Mist gaan stempelen. En dan maakte ik gewoon verschillende afdrukken mee. Wat hogere, wat lagere. Meteen stempelen met de inkt erop en daarna nog een keer afstempelen. En dat deed ik dus eerst met grijs. Nou, ook nog wat lager erbij. Vervolgens heb ik mijn stempel dus weer schoongemaakt met mijn stempshaming. En ben ik de kleur zwart gaan pakken. De kleur Nocturne. En die zet ik er overheen. Omdat de zwart een donkere kleur is, doe je die pas later. Zo. En nu heb je eigenlijk al een hele leuke basis aan je ondergrond. En toen heb ik de krokodil erop geplakt. Nou, die heb ik nu niet nog een keer liggen. Maar ik zou er bijvoorbeeld deze voor kunnen pakken. En dan heb je gewoon een heel schattig leuk kaartje. Nou, ik vond dit wel heel erg leuk. En dit lijkt ook een beetje op alsof het regent of zo in de jungle, vond ik. De eerste kleur, die grijze, was de Morning Mist. De grijze kleur. Dus je kunt eigenlijk met deze lijn, met die dieren, die jungle dieren, kun je zowel van deze grotere kaarten maken. Maar je kunt ook heel leuk kleine kaartjes daarmee maken.
om als cadeautje te geven. Of wat iemand zei, dat je het met Krimpy Dimpy kan doen om als sleutelhanger die dieren te maken. Erg leuk. Nou, deze kaartjes heb ik vanavond voor jullie gemaakt. Ik zie dat ik zelfs al eerder klaar ben. Maar ik heb eigenlijk alles denk ik wel verteld. Tenzij jullie nog hele brandende vragen hebben, dan kan ik die natuurlijk nu nog beantwoorden. Want daar ben ik voor. Dan laat het maar weten. Welke maat zijn die kaartjes? Die kaartjes zijn 6,4 bij 8,9. Dat is de maat van de ATC-kaartjes. Nou, en ik denk dat ik alles wel verteld heb. Dus ik ga denk ik maar stoppen. Morgen is er een online festival in de groep van Janine's Mindful Art. Daar zijn drie uitzendingen morgen. Met Janine zelf, Rihanna en Jeanette. Daarbij kun je gaan kijken wat zij gaan doen met Janine's lijn. Ze gaan ook wat weggeven, zag ik. Dus hou die Facebookgroep in de gaten. Het is niet in deze Facebookgroep, maar in Janine's Mindful Art groep. En wanneer de andere live zijn, dat hou daarvoor onze Facebook in de gaten. Of de nieuwsbrief. Dan wens ik u nog een hele fijne avond. En tot een volgende keer. Doeg!